just another successful operation under my belt. Okay, Anya, tell me where Yoshida is and I'll bring him out. Is there any news on the backup? Surely you don't need anyone else's help. Your backup has just touched down in the capital. They're currently en route to you as we speak. They should be with you in about 3 hours. Just in time to clear up. We've opened up the air corridor for Yosef's extraction. The task now is to find Yosef Priboy and bring him out for debriefing. Your objectives are threefold. Infiltrate the installation without overly raising suspicion. Locate and free Yosef Priboy. Our agents have been on surveillance for the last 20 hours. They took this footage. I believe Yosef to be held in this building. He should be held in the basement. Once you have Yosef in custody, escort him back to the FRE for chopper dusting. Yo, gamers! En welkom bij de Kickstart van Project IGI. Inderdaad, dames en heren, welkom bij de Kickstart van Project IGI. Het de nieuwe shoot 'em, think 'em, sneak 'em up. Of zoiets. Ja. Het is ja. What the fuck? Goed, ja, nee, ik pak mij even. Oké. Okay. Doe gamers, excuseer voor dit klein moment van zwakte. Wat meer paddenstoelen eten. Ah. Wat moeten wij doen in deze mission? Ja, wel degelijk een Russische luchtmachtbasis binnendringen om een zekere Jozef te gaan bevrijden. Woehoe! Jozef! En zoals je kan zien is het een uitgestrekt outdoor terrein, dus in de bergen. En wat ziet mijn lodderig oog als ik hier over een bergtop scheer? Een rots zeer dichtbij, net voor je met je neus. Daar, aha! We zijn closer. De luchtmachtbasis. En wat doen we best als we zo van op een afstandje een luchtmachtbasis kijken? Eens goed kijken met de verrekijker. Oeh. En dat die in kan zoomen, dat hoef je geen twee keer te vertellen. Daar is de inkom. Oké. Okay. Dus het doet eigenlijk direct denken aan Delta Force 2 of Delta Force. Fuck you, fuck. Maar alleen heb je hier geen ongelofelijke schoon en framerate terugvallen, want het zijn geen voxels. Hoera! WWF hoera voor geen voxels. Yes! Ja, wat? Shhh. Ze mogen maar niet ontdekken. Wat is hier de bedoeling? De bedoeling is dat ik binnen geraak, want het probleem is dat zij ongelooflijk in de meerderheid zijn. Dus als ik hier gewoon binnenstorm à la kweek, ben ik rapper dood. Ah, u kunt ook om het hoekje kijken. Ik ga om het hoekje kijken. Voor u om het hoekje gaat. De T-way. Voor te kijken of er geen Russisch ski met een jetski afkomen. Want dan zijt jij kapotski meestal. Inderdaad, dat heeft u goed gezien. Dus ik zie nu dat die wacht naar mij aan het toekomen is. Dus dat nu met zijn richting, alleen met zijn tronie eigenlijk naar mijn 2G toegekeerd. Dus dat is nu best om nu van achter het hoekje te springen. Ik denk dat hij zich bijna gaat omdraaien. Ja, en als hij zich omdraait, ga ik daar eventjes een koude met in zijn schede rammen. Ja, gewelddadig, geweld in games! Ja, ja, sterf, hond! Ik denk dat gamers gewelddadig zijn. Ik hou, I love smell of virtual blood in the morning. Kijk maar, ik ga nu proberen. Yes, niemand heeft mij gedetecteerd. Schitterend! Oh, fuck. Daar gaan we weer. Oh, dit loop heeft me blijkbaar toch gezien. Maar de anderen hebben het niet. Oh nee, nu is het echt van de dam. Oh, de ruitje kapot. Zie ik daar bloed op spatten? Ik hoop het. Ja. Ik had hem. Ik probeer dat die Pippo Hinder nog niet door heeft, dus die gaan we... Oh, fuck! Ik ging net zeg. Ja, you shot him in the box! Yes, and that must have hurt, man! Oh, fuck! Oh, oké. Okay. Wat is er mis? Niks. Ik dacht eventjes dat er een surveillance cam stond. Dus wat je best doet dan, is eventjes je computer oproepen. Dus is een volledige look
van de specificaties. Hier ben ik dus even dus objectief 1, dat is daar wel die grote 1 staat, dus we kunnen dat eventjes inzoomen. Voilà, ik sta nu. Ik ben nu die grote groene pijl hier. Dus richting naar te kijken. Ik kan dus kijken, al die rode pijlen zijn vijanden. Dan heb je hier ook bijvoorbeeld waar er surveillancecamera's zijn. Dan zit je hier, surveillancecamera. En ook de richting waar dat hij naar aan het kijken is, dat is die rode driehoek. ja. Oké. Okay. Dus, dus ja, dat ziet er goed in. Wow. Probeer binnen te dringen. Maar wat ik geef u nog 10 meter voor u het loodje ligt. Deze deur is toe, wat nou? Ja, dan gaan we niet eventjes gewoon de gate hekseren, maat. Hekser away, man. Yeah, lead hekser, ahoy. Heksie, heksie, heksie. En hoppakee, poortje open. Die 12 aan de keer nu vast heb ik trouwens gepikt van mijn slachtoffers die ik net vakkundig om zeep geholpen heb. Dus ik kan dus de wapen pikken van mijn slachtoffers. Oh yes. Zoals in Doom deze ook al eens. Deze kerel heeft dus niets in de smiezen. En hij heeft niets in de kiezen. Ja, die herdaal toch. Ja, vrees niet. Ik de hulting stop. Vrees niet, ik kom met snoer naar de bedoeling. Oh, oh, oh. Inderdaad, zoals je kan zien, als er alarm is, dan en of als er bijvoorbeeld een stel nu dat jij hier binnen zit, ja, door zoals nu, allemaal gangen enzovoort. Voilà, ik zal het even demonstreren. En daar buiten is er een vijand. Als die vijand naar binnen ziet, dan blijft hij daar niet stom staan draaien en probeert hij niet naar binnen te schieten. Door de muur nemen wat op die snoer, die komt gewoon door de deuren naar binnen. Moet, alsof hij moet nu 50 trappen en 33 deuren openen en toen dan, toch vindt hij hem. Dus. Dan veegt hij zijn voeten toch af open, want met ja, al die dus vuile soldatenbotten. Misschien even zullen we al wat plek maken om hier een beetje striptease te geven. Holy Snooky! Oh nee, dat is niet goed. Dus kijk, die heren die gaan... die big time! Die gaan naar binnen komen. Waaah, Scorty Fuck! I want that shotgun. Oh, motherfuckers! Yes! Hey. Wow, what the fuck? Yeah! Fast 12! Oemf! Autoloader! Oemf! Wat? Autoloader? Inderdaad. Schiet eens! Schiet eens! Oemf! Ja, oh, oh! Voor u, voor u! Oh man, he's gonna meet my fast 12! Yeah! Hey, hoppakee, hello, the army. Yeah! Oh, fuck, man. Die kerel heeft gehaald, ouch. Plop. Alright. Ik had misschien beter eerst eventjes rustig omhoog gekeken. Of een granaatje gesmeten. Of een granaatje. Of flashbang, maar zomaar in het wilde weg een trap opstijgen. Is niet goed, toch, nee, toch nee. Zeker niet in Russische vliegvelden. En jij nou kan dat weten, want die ligt nu met zijn poort naar morgen. Alles is. En met mijn knieën merkwaardig rond een trede van de ladder geplooid. Mm-hmm. Pijnlijk, pijnlijk. In ieder geval, in dit geval ik heb nog. Je hebt toch nooit? Ik heb nog. Ja, error overload. Control alt delete. Zoom. Dit spel is bezig, man. Oké. See you later.